Ik zou eerst een keelmonster afnemen. Mag ik de mondgoed open doen? Ja. Een drive-in voor coronatesten. De GGD heeft deze testlocatie ingericht in de parkeergarage van de Witte Dame. Medewerkers van de zorg kunnen zich hier laten testen als ze klachten hebben die passen bij corona. Hier worden zorgmedewerkers getest op corona, of ze coronavirus op dit moment hebben. Deze zorgmedewerkers zijn noodzakelijk voor de continuïteit van de zorg. Dus niet iedereen wordt getest. De afgelopen weken ontstond er veel onrust onder zorgmedewerkers. Want in de zorg kun je niet altijd anderhalve meter afstand houden. En als je dan besmet raakt, wil je het zeker niet doorgeven. Nou, omdat ik zelf wat klachten heb en ik werk wel met kwetsbare ouderen in zorginstellingen. Dus mensen met dementie. En die zijn gewoon heel erg kwetsbaar. En ik vind het gewoon heel belangrijk dat ik een eventuele ziekte of een virus niet kan overbrengen aan die kwetsbare ouderen. Dan kunt u het toch uitsteken. Het nadeel van zo'n test is dat het schijnzekerheid geeft. Want iemand die nu getest is, kan bij wijze van spreken vanavond al alsnog een besmetting oplopen. Als ze op dit moment getest worden en ze blijken geen klachten of geen corona te hebben, negatief te testen, en de klachten worden in de loop van de week erger, dan kan het zijn dat ze opnieuw aangemeld worden en opnieuw getest worden. Dat moet dan opnieuw bekeken worden. Ik sta hier net voor het eerst, maar ze zijn allemaal blij dat ze getest mogen worden, wat ik vandaag zo merk. Dat er dan eindelijk duidelijkheid is van, ja, wat moet je? Je hebt klachten en je weet niet of je door kan werken of niet. Of dat het verstandig is om te stoppen. Er is gekozen voor een drive-in, zodat het op een efficiënte manier kan gebeuren. We hebben een testcapaciteit van 100 tests per dag. En dat houdt dus in 700 testmogelijkheden in de week. Ja, ik vind het een fantastische oplossing. En als ik zie hoe professioneel de mensen het hier aanpakken, dan denk ik van nou, helemaal super. En het werkt heel erg snel op deze manier. En heel goed gedaan. Ja, ik ben er blij mee. Deelnemers aan de test krijgen niet meteen antwoord. Het onderzoek kost 2 tot 3 dagen. Mensen die niet in de zorg werken, kunnen zich hier niet laten testen.